Hoe verdeel ik de balken voor het dak? Dat kan met de Move Tool. Hoe dan? Ik heb een balk getekend op de plek waar die moet komen. Met de Move Tool en Command of Control verplaats ik een kopie 65 cm. Want dit is de maximale tussenafstand die ik wil. Ik typ dan 10x in om te kijken hoe het uitkomt. Nou, dat komt aardig uit. Ik heb er dus 11 nodig. Met Command-Z of Control-Z ga ik een stapje terug. En nu pik ik precies de juiste hoek van de balk en verplaats die naar zijn plek. Nu typ ik 10 schuine streep naar voren door, gevolgd door Enter. Zo maak je een verdeling. En alle balken hebben nu dezelfde tussenmaat. Zo dan.